De government take op benzine is verhoogd met 50 cent. Dit bevestigt financiën-minister Stanley Ragubarsingh in gesprek met de redactie. De verhoging moet helpen om inkomsten te werven, waarmee de enorme schulden bij de oliemaatschappijen kunnen worden afgelost. Wat we hier zien is dat terwijl internationaal de berichtgeving is dat prijzen van brandstoffen omhoog gaan, dat we in staat zijn om de prijs aan de pomp omlaag te krijgen en tegelijkertijd een stukje government take te hebben. Die government take is tot nu toe gebruikt om die $350 miljoen aan schulden om die te betalen. Die zijn nog niet afbetaald, maar daar is nog een gat dat gedempt moet worden en dat geld moet ergens vandaan komen. Ja. Tegelijkertijd is het zo dat wij ervoor proberen te zorgen dat het aan de pomp niet uit de hand loopt. En je ziet dus ook dat bij de pompen de prijzen lichtelijk omlaag gaan. Met een 50 cent verhoging gaat de government take van 3 SRD per liter naar 3 SRD 50. Ook voor diesel geldt hetzelfde, terwijl Super Unleaded van 3 SRD 60 cent is gegaan naar 4 SRD per liter. Ragubarsingh stelt dat het een win-win situatie is voor de samenleving, wat betekent dat de staat nu in de gelegenheid gesteld wordt haar schulden te betalen. De gemeenschap zal ook wat minder bij de pomp betalen. Zoals u weet is vorig jaar besloten om de brandstofprijs te subsidiëren. En dat heeft uiteindelijk in februari heeft het opgeleverd een schuld van $350 miljoen aan de brandstofmaatschappijen die betaald moest worden. Yes. De voorziening, het was begrijpelijk dat de regering dat besluit nam, omdat het was gedaan om de gemeenschap tegemoet te komen. Alleen, we wisten dat het vast zou lopen. Dat is inderdaad vastgelopen in februari jongstleden, waarbij we de prijsmarkt conform moesten maken. Maar tegelijkertijd heeft de regering gezegd, vang op degene die echt opgevangen moeten worden. En dat is dus gebeurd middels de voorziening van 1800. Dat prijsbeleid voor brandstoffen zit dus bij financiën en dat beleid wordt ook gevoerd. De bewindsman zegt verder dat er afspraken zijn gemaakt met de president over dergelijke aanpassingen van prijzen. De bedoeling is dat bijstellingen draaglijk moeten blijven voor de gemeenschap, zodat zaken niet uit de hand lopen.